keuzemogelijkheden voor deelnemers. Omdat de regeling zo makkelijk is, maakt het mogelijk om allerlei keuzes te bieden aan deelnemers. Het is ook wel fijn als je iets mag kiezen aan je pensioen. Je kan dus kiezen op pensioendatum tussen een vast pensioen en een variabel pensioen. Ik zou zeggen, kies een variabel pensioen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, daar word ik echt heel ongelukkig van. Geef mij die mogelijkheid om een vast pensioen te kiezen. In het geval van dit kan dat gewoon niet. Je kan kiezen in de opbouwfase tussen een risicoprofiel. Ben jij een neutrale belegger? Wil je wat meer risico nemen? Of zeg je, nou, doe mij maar een defensief profiel. Ik wil wel fijn als mijn pensioen wat veiliger is. Kan je gewoon voor kiezen. Als je wil, kun je bijvoorbeeld ook mensen een ESG-profiel geven. Dus bijvoorbeeld groene beleggingen. Als je zegt, van, nou, weet je, mijn pensioenfonds is al behoorlijk groen, maar ik wil nog een stapje extra doen in termen van groene beleggingen, dan kan dat. Denk aan mensen die bijvoorbeeld nu al een groene bank kiezen bij Triodos of bij ASN Bank. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik wil echt nog wel een extra stap maken in duurzaamheid. Nou, in die flexibele reden kan je zeggen, nou, we hebben een een donkergroen beleggingsprofiel. En als je wil, is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor de premieinleg. Dus je wil zeggen, je kan bijvoorbeeld zeggen van in deze regeling, je hebt een vast basispensioen, die is voor iedereen. En als voor mensen die meer willen sparen voor hun pensioen, is er een stukje vrijwillige besparing daarbovenop. Dat is in het contract van Dick heel moeilijk, want daarin gaat een deel van die premieinleg weer naar andere mensen toe en dan krijg je wel ingewikkelde solidariteitsvraagstukken. Hier is gewoon jouw premie van jezelf, dus is het heel makkelijk om mensen een schuifbalkje te geven voor hoeveel premies ze inleggen. Met natuurlijk wel een minimum, want dat is een bepaald minimumniveau van vinden dat mensen moeten sparen.